guys, vandaag zijn we er weer met nieuwe setups die jullie hebben ingestuurd via de Discord. En er zitten weer hele dikke setups bij. Dus laten we gaan kijken naar de allereerste setup van vandaag. En de allereerste setup van vandaag is van Alain. En die is 19 jaar en die gebruikt deze setup om te gamen en voor werk. En dit is nou een hele dikke setup met twee monitoren. En je hebt natuurlijk een super dikke PC die we hier zien. En dan heb je ook nog een PlayStation 5 voor als je niet op de PC speelt. En we vinden hier ook nog een super goede racing sim in. Dat is ook altijd wel lachen om te zien. Het geeft alleen een beetje rommel in de setup, zeg maar. Het maakt het iets minder clean. Maar als je dit weg zou halen, is het natuurlijk super clean. Cable management is zelfs met de racing sim gewoon heel erg goed, zoals je hier ziet. Waarschijnlijk heb je de cable management hier achter die plank. Dus dat is nice. En gewoon de overall sfeer met vooral zwart en witte dingen in je setup. En dan wat plankjes met plantjes zijn nice. Je hebt zelfs een plantje hier in een basketbal. En een plantje in een of andere panel. Maar het ziet er wel gewoon echt heel erg cool uit. Dus ja, volgens mij ben jij een beetje een anime fan aan de achtergronden, de poppetjes en zelfs de cooler van de CPU te zien. Wat ook echt een goede PC is, een 3070 Ti en een Ryzen 7 8500X. Dus dit is echt een lekkere PC. Die er ook nog eens goed uitziet met die RGB fans. Dus ja, vooral de decoratie en de cleanheid van de setup vind ik echt heel erg nice. Wat misschien nog ontbreekt is iets van decoratie extra. Want je hebt eigenlijk alleen plantjes ter decoratie en verder niet echt iets. Je hebt ook niet echt RGB of zo in je setup. Daar kun je natuurlijk ook niet van houden. Maar anders zou RGB nog wel nice zijn. Of wat andere extra decoratie dingen zoals een poster van je anime die je leuk vindt. Wat van die canvassen of misschien een zwaard of weet ik veel wat voor decoratie hier op dat plankje. Dus dat zou je misschien nog kunnen upgraden. Maar al met al is het wel gewoon echt een hele dikke, clean setup. Dus we beginnen weer met een hele goede setup. Dus als je hier een cijfer van mij voor zou krijgen, krijg je van mij echt wel een 8 van de 10. Want hij is echt super nice. En dan komen we meteen bij de tweede super dikke setup van vandaag. En die is van Jeffrey. Die is 14 en die gebruikt deze om te gamen en om TikToks te maken. En dat snap ik wel, want dit is een clean setup. Twee monitoren gestackt is nice. De hoeveelheid decoratie vind ik nice in deze setup. De wandpanelen met RGB eromheen zijn ook echt heel clean. En hier heb je ook nog twee van die packborden boven elkaar. Ja, en dan zie je gewoon hoe nice die zijn qua decoratie. De doosjes zijn gewoon nog leeg, maar het ziet er gewoon heel nice uit. Je hebt zelfs nog een Switch en een PlayStation. Dus alles is aanwezig in deze setup. Je PlayStation is volgens mij niet in de setup. Maar je gebruikt natuurlijk deze super dikke PC. Dus dat ziet er echt heel erg goed uit. Je hebt het welbekende IKEA bureau. En dan heb je gewoon twee monitoren gestackt. Goede peripherals. Een Tommy Boy muismat in het zwart. Heel nice om die in deze mooie setup terug te zien. En je plankje is ook nice met gewoon wat Funko's. Wat dozen van dingen die jij in je setup hebt. Of misschien heb je gewoon de controller alleen om op controller te spelen. En geen PlayStation. Ik weet niet precies wat er hier boven dit plankje met de muur is gebeurd. Misschien dat je daar eerst ook wandpanelen had. Omdat die ook helemaal die ledstrip tot boven loopt. Dus dat is misschien iets wat je nog kan upgraden. De ledstrip even tot je plankje doen. Zodat het wat cleaner is. En deze muur, misschien een likje verf opnieuw of zo. Of misschien nog wat wandpanelen terughangen op die plekken. Zodat je dat niet ziet. Dat zou misschien ook nog wel cool zijn. Maar al met al echt wel weer een goede, clean setup. Het kleurthema ontbreekt misschien een beetje. Omdat je zwart met wit hebt. En ook dan weer blauwe RGB. En het bureaublad is dan juist weer hout. Waardoor je best wel wat verschillende kleuren ziet. En hier heb je ook weer een muur die andere kleuren is. Dus misschien kun je nog iets meer een kleurthema toevoegen. Net als bij de vorige setup, dan is het iets cleaner. Dus ja, al met al wel echt een goede setup. Dus als we deze setup een cijfer geven, komen we ook echt wel weer op een 8 van de 10. We beginnen met echt hele dikke setup. En dan gaan we over naar deze dubbele setup. Want ja, hier zou jij en je duo echt goed kunnen gamen. Dit is de setup van Sam en die is 13 jaar. Ik weet niet welke eigenlijk van jou is, de PlayStation of de PC setup. Maar het zijn twee setups tegen elkaar aan. En dan hierboven heb je nog een tv gehangen. Wat er echt heel erg insane uitziet. Dan is hier ook gewoon een video van mij aan het kijken. Wat een W. Maar als we dan even naar de setups gaan kijken, heb je hier de PC setup met een Tommy Boy Wave muismat, de witte Logitech G Pro en de Yunzi toetsenbord. Die zijn echt heel erg nice. En in deze PC zit ook gewoon een 3070 Ti, zoals we kunnen zien. Dus ook echt een lekkere PC met een monitor, plantje erbij en nog een lightbar boven de monitor. Dus dit is echt een goede setup aan de rechterkant. En aan de linkerkant heb je deze, ook met een Tommy Boy muismat. Dus man heeft er gewoon twee, wat echt insane is. En dan juist de zwarte peripherals voor op de PlayStation en de monitor is nice. Dus ja, allebei de setups hebben gewoon wat het nodig heeft. Ik vraag me wel af als je met z'n twee aan het gamen bent hier of de muis dan niet overgaat naar het andere bureau of naar de andere muismat. Ik weet ook niet met wie je hier speelt, maar het is wel echt nice. En dan heb je daarboven gewoon een tv waar je video's op kan kijken terwijl je gewoon aan het gamen bent. Dat is ook wel echt heel erg chill. Dus ik vind dit eigenlijk wel heel erg insane. Je hebt niet heel erg veel ruimte meer voor decoratie, omdat je hier aan de muur eigenlijk al een hele grote tv hebt gehangen. Dus misschien zou je nog iets van RGB, ja, volgens mij zit er zelfs RGB achter de tv. Dus misschien kan je nog wat RGB toevoegen achter het bureau bij de monitoren. En verder kun je het niet echt heel veel cleaner maken
maken, aangezien je eigenlijk alle ruimte op het bureau al gebruikt. Het enige is misschien tegen de muur nog wat decoratie, maar verder is het wel echt een goede setup voor twee setups. Dus ik vind dit echt wel heel cool gedaan. Dus ook wel weer een hele goede setup. En als we voor deze setup geven, voor allebei de setups, dan krijg je van mij ook echt een 8. Want twee setups en een tv, twee muismatten, het is echt insane. En dat voor iemand van 13, hè? Dat is nog het bizarste. Damn. Stel, je speelt gewoon met je duo gewoon hier, naast elkaar. Dat is helemaal, dat is echt cool. En dan komen we nu weer bij een super dikke setup. En deze is van Chris, die is 14 jaar en die gebruikt deze setup voor school en om te gamen. En dit is nou ook echt weer een fantastische setup. Dit is een PlayStation setup. Maar de hoeveelheid decoratie is echt weer insane. Het is ook super clean. Je hebt gewoon lekker je plankje, je LED-strips. Dan heb je wat planten, wat decoratie. En hier twee van die wat smallere packboards met dan ook weer wat decoratie. Die super cool is. En die wandpanelen zijn ook echt super clean in deze setup. En de cable management is al helemaal insane. Je hebt nergens kabels. Alleen hier naar de muur, maar die is gewoon super mooi weggewerkt. En op je bureau ook een paar kabels. PlayStation heb je meestal wel wat minder kabels. Maar ja, je hebt ze wel gewoon echt heel erg goed weggewerkt. Je kunt zelfs ook nog staan aan dit bureau. Dus dit is echt de definitie van een clean setup. Waarschijnlijk maak je hier ook wel weer video's van op TikTok of zo. Het zwart met paarse thema is ook heel erg nice. Je peripherals zijn zwart en dan een Tommy Boy 2.0 topo in de setup. Echt heel cool om te zien. Maakt je setup natuurlijk ook super dik. De monitor met de lightbar is ook nice. Dus het zijn eigenlijk alleen maar goede dingen in deze setup. En ik weet ook niet wat je hier zo snel aan zou kunnen veranderen. Want er is gewoon RGB decoratie. Wandpanelen zijn echt heel erg nice. Het is echt een lekkere setup om te gamen. De PC is misschien nog het enige wat ontbreekt. Wat je waarschijnlijk als volgende upgrade gaat toevoegen in deze setup. En dan is het echt een bijna perfecte setup. Want hij is clean, heeft wel gewoon decoratie. Dus ik zou niet eens weten wat je kunt upgraden behalve de PC. Dus voor deze setup krijg je van mij echt een 8,5 van de 10. Want ik denk dat bijna iedereen wel jaloers is op zo'n setup. Damn. En dan komen we nu aan bij de setup van de 11-jarige Dex. En die heeft dus deze setup gebouwd terwijl die 11 jaar is. En daar word je een beetje stil van. Want 11 is echt super jong. En dan deze setup is echt heel erg nice. Twee monitoren al. Peripherals. Ook gewoon weer een Tommy Boy muismat. Ik denk dat iedereen in deze video een Tommy Boy muismat heeft. Dat is echt insane. Dan heb je juist de zwarte peripherals op een witte muismat. Dat contrast is ook altijd wel leuk. En dan heb je je PC op zo'n verhogingje gezet. Dus dan staat hij niet op de grond. Dat vind ik nice. En dan hier de decoratie boven de setup. Die is ook gewoon heel erg chill. Twee plankjes en dan gewoon wat displays. En nog wat flesjes drinken. Man heeft gewoon een Fruity Tooty flesje als decoratie in zijn setup. Kijk, en dat is nou eens de decoratie waar we naar op zoek zijn, jongens. Damn, ik heb dat echt al 20 jaar niet gedronken of zo. Dat is insane. En dit is de PC met wat RGB fans en een 3060 Ti. Dus ook echt wel een prima PC'tje. En dan, de monitoren zitten super clean. Ik wil eigenlijk even kijken welke games je speelt. Je hebt zelfs TikTok op je PC. Waarvoor gebruiken mensen dat? Dat vraag ik me dan af. Hier, TikTok. Qua games kan ik eigenlijk niet echt zien welke games je speelt. Volgens mij, ik zie hier Fortnite. Je hebt dezelfde speakers als die ik heb. Die van Logitech. Die zijn gewoon prima. Dan heb je een Razer Huntsman Mini en een G Pro Superlight. Dus peripherals en alles zijn ook echt nice. De wandpanelen zijn nice qua decoratie en de plankjes. Het is wel een beetje donker. Je hebt alleen een LED-strip achter je bureau. Dus misschien kun je nog hierboven iets toevoegen. Dat er wat meer licht is. Als je gewoon het licht aandoet, heb je natuurlijk wel licht. Maar het grote licht wil je nooit aan hebben in je setup. Dat ziet er meestal niet heel goed uit. En misschien kun je hier dan achter jouw monitor, hier hangt wel iets. Maar misschien kun je iets van een packboard, poster of iets toevoegen dat ook nog dik is. Maar er moet er natuurlijk wel genoeg licht zijn om het te kunnen zien. En de cable management kun je misschien ook nog wel fixen door deze kabels onder je bureau te hangen. In plaats van op je bureau te leggen. Maar verder kun je niet heel veel doen. Ik denk PC gewoon hier op je bureau zetten. En dan de rest van de setup iets naar links schuiven. Ik denk dat je daar wel genoeg ruimte voor hebt. Dat is iets cleaner. En dan de cable management fixen. En dan ben je echt alweer een heel end. Maar voor iemand van 11 is dit echt al insane. Dus ja, als je van mij hier een cijfer voor krijgt, krijg je van mij ook echt wel een 7,5 of een 8 van de 10. Want zeker voor je leeftijd is dit insane. En dan komen we nu aan bij de laatste setup van de 10-jarige Jules. En die gebruikt deze setup om te gamen. En die heeft deze setup met 0 euro gebouwd door elke keer dingen te vragen en te krijgen en dan langzaam te upgraden. En dat kan ook bijna niet anders als je pas 10 jaar bent, want wie werkt als die 10 is? Helemaal niemand. Dus ja, het is wel echt een hele coole setup. Een zwart met witte setup en dan de RGB zet je een beetje op blauw. Dat is nice. Je hebt als bureau heb je een soort van 3 tafeltjes naast elkaar, dus dat zou je nog wel kunnen upgraden in de toekomst, zodat je niet met je voeten overal tegenaan schopt. De cable management is decent, maar kan nog wel een klein beetje werk gebruiken, maar ik vind het ook weer niet heel slecht. En qua decoratie heb je eigenlijk alleen een LED-stripje, dus
dat zou je ook nog wel kunnen upgraden. Maar vooral gewoon een lekker thema in de setup al. 2 monitoren, die kun je ook nog op een monitorstand doen allebei. Dat zou het ook nog iets cleaner maken. Maar jeetje, je bent 10 en je hebt al deze setup. Dat is echt wel heel erg nice. Je hebt een 4060 gecombineerd met een i5 12e generatie. Dus dat is ook gewoon echt prima. Dan heb je nog wat RGB erop zitten. Dus echt wel een heel erg lekker begin, denk ik, voor je setup. Dus voor iemand van 10 gaan we ook helemaal niet zo streng zijn. Ik denk dat je gewoon de monitorstands moet upgraden. En dan nog wat extra decoratie toevoegen. Wandpanelen, een packboard, een plankje of gewoon wat poster of canvas aan de muur zijn altijd wel nice. En je bureau zou ik misschien als allereerste upgraden. En dan natuurlijk de cable management fixen. Maar verder is het echt heel erg nice. Man heeft zelfs de Tommy Boy sleutel hangen in zijn setup. Dat is insane. Dus ja, voor de 10-jarige Jules geven we deze setup echt wel een 7 van de 10. Dus gaan vooral zo door. Als jij nu ook je setup wil insturen voor zo'n video, de link staat in de beschrijving. En drop zeker een like als je de video leuk vond. En abonneer voor meer video's. En als je nog een video wil kijken, kun je bijvoorbeeld deze checken. Tot later.